welkom op Altvista en welkom weer een nieuwe video. Vandaag is het zover, 31 december, laatste dag van het jaar. 2019 gaan we in stijl afsluiten en daarna op naar 2020. Vandaag een speciale video, namelijk een top 5 van de 5 gaafste pops die ik in 2019 heb gekocht. Ik ga het jullie nog één keer showen en daarna gaan we op naar 2020. En hebben nog een paar hele toffe video's in de maak voor jullie. Dus we gaan gauw kijken welke 5 pops ik heb gekozen. Op naar pop nummer 1. De allereerste pop, en ik ga ze gewoon in volgorde doen van wanneer ik ze gekregen heb. De allereerste pop is een pop die ik volgens mij, een van mijn eerste grills, dat was deze. Qui-Gon-Jinn, ik hoop dat ik het goed uitspreek, vanuit de film Star Wars. De 40 Year Star Wars 2017 Galactic Convention Exclusive Glow in the Dark. Zo, dit is een mondvol. Kijk aan, heel erg tof. Ja, heel erg gaaf. Heb ik via Facebook heb ik die gekocht in het voorjaar. Heel gaaf. Ik hoop dat ik trouwens de tweede General Grievous ook nog eens een keertje op de kop kan tikken. Ik ben er heel erg blij mee. Kijk aan, 128 van Star Wars. Heel gaaf. Nou, dit was mijn eerste serieuze toffe pop dat ik dacht van wow, veel verder ga ik niet komen. Ik was eigenlijk van plan toen toch wel wat goedkopere pops te gaan sparen. Maar goed, elke popverzamelaar die snapt het. Na een tijdje ga je grens verleggen. En nu ben ik dus ook steeds meer bezig om de exclusievere pops bij elkaar te sprokkelen. Dus hier is het al mee begonnen. Pop nummer 1. En dan ga ik door naar pop nummer 2. En dat was deze. Die is nog niet zo heel lang geleden hebben die gekocht. Dit is namelijk van de zomer. 2019 Summer Convention Limited Edition van Scott Howard Teen Wolf. Deze vond ik echt heel gaaf. Ik vond de film heel erg gaaf. En deze pop moest ik hebben. Voor een leuk prijsje kunnen kopen via Funkopop.nl volgens mij. Kijk eens, Teen Wolf 173. Hoe gaaf is die? Echt heel tof. Ook gewoon een uit de reeks. Er zit geen groep bij. Heel tof. 773. Kun je ook wel zien hoeveel pops er zijn gemaakt in genre movies. Want dit is toch een van de... Ja, trouwens, daarna zijn er nog heel veel geweest. Maar het zit al op 773 pops. Ik denk dat we in 2020 wel over de 1000 gaan. Dus wie weet. Pop nummer 2. Daarna pop nummer 3. Dan ga ik voor deze, was het volgens mij. Kan zijn dat ik nou twee wissel. Maar het is ook een 2019 Summer Convention Limited Edition. Het is namelijk Batman. De groene Batman. De green groom. Echt heel tof. Heel erg gaaf. Deze heb ik via een grill Facebook pagina gekocht. En hier ben ik echt heel blij mee. Deze kon ik zelf echt nergens vinden. Dus ik ben er heel erg blij mee dat ik deze op de kop heb kunnen tikken. Ja, dit is toch wel echt mijn gaafste Batman pop die ik heb. Ik ben echt een Batman verzamelaar. Ik heb toch, even kijken in mijn hoofd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Een stuk of 10 Batman pops. Leuk om daar ook nog eens een keertje een top 5 over te doen. 2019 Summer Convention Limited Edition. Hoe gaaf, hoe gaaf, hoe gaaf. Heel erg blij mee. Tot zover deze 3 pops. En dan ga ik naar toch wel de gaafste pop eigenlijk van afgelopen jaar. En hoe kan het ook anders? Ik heb er een aparte video voor gewijd. Die hebben jullie ook gezien. Het is namelijk, ja, mijn eigen pop. Hier is hij. De popmail. D-I-W-Y-W. Geen idee. Kijk aan. Dit ben ik zelf. Popmail. Heel gaaf. De custom pop. Pop yourself. Ja. Ja, ik blijf het echt geniaal vinden hoe ze dit gemaakt hebben. Tot in de details. Ja, ik kan ook mijn baard niet meer afscheren. Want dan zou mijn pop niet meer kloppen. Dus hoewel mijn kinderen al een paar keer gezegd hebben. Papa, scheer die baard een keer af. Ja, dat gaat even niet meer gebeuren natuurlijk. Maar dan moet ik ook een nieuwe pop krijgen. Dus deze lijkt er lekker op. Ik ben er heel blij mee. Dit is echt wel de gaafste pop van afgelopen jaar. Daar moet ik er ook bij zeggen. Dus deze mag eigenlijk op een klein verhogingetje. Tot zover deze 4 pops. En dan heb ik nog 1 pop. En die past er eigenlijk niet bij. Ik zet deze eventjes naar voren toe. En daar is hij. Ja, hoe kan het ook anders? Mijn allereerste Super Size 10 inch. En dat was Pennywise uit de Mystery Box. Ja, deze hoort zeker in de top 5 van afgelopen jaar van 2019. Heel erg tof. Ik hoop dat ik in 2020 nog een paar bij ga krijgen. Dat zou echt heel gaaf zijn. Ik heb nog een Mystery Box van december lopen via Funkopop.nl. Daarover binnenkort meer. Dus het zou toch gaaf zijn. Het zou echt heel tof zijn. Maar deze is heel gaaf. Het is ook niet zomaar een pop. Pennywise. Ik had nog geen Pennywise pop. Dus ja, hoe gaaf is het om collectie Pennywise van It te beginnen met deze Pennywise. Heel erg tof. Zeker. Kijk aan. Hij past nauwelijks in de kast.
Maar goed, daarover ook binnenkort weer. Want we gaan binnenkort naar een andere locatie. Het kan zomaar zijn dat dit misschien één of de ene laatste video is die we hier opnemen. En daarna even naar een andere locatie gaan. Waar we het gewoon professioneler op kunnen stellen. Vandaar dat ook de giveaway even geduurd heeft. Want dat heeft er allemaal mee te maken. Daarover binnenkort meer. Voor nu wil ik alleen zeggen, het jaar zit erop. Ik heb een tijdje geleden via social media heb ik nog aangegeven als mensen willen elkaar nog de beste wensen willen wensen. Dan kan dat, stuur dan eventjes een mailtje naar me op. Nou, dat is door één iemand gedaan. Maakt ook helemaal niet uit. Dus, maar die wil ik jullie niet onthouden. Dus hier gaan we eventjes naar Gerard. Komt-ie. Mooie film. Hey Funko Poppers, wens jullie natuurlijk allemaal een goed en gezond 2020. Ja Gerard, dankjewel, ook voor jou. We hebben trouwens een hele gave collectie, ziet er echt heel tof uit. Ook veel Pennywise, zei ik. Volgens mij is dat wel jouw je hoofdkarakter. Echt heel erg gaaf, dus ook voor jou. Allerbeste wensen voor 2020. En we gaan er een geweldig jaar van maken. Ik wens jullie allemaal de allerbeste wensen voor 2020. Het was een prachtig jaar. En ik weet zeker dat 2020 voor alle Funko Pop liefhebbers nog een gave jaar gaat worden. Want er staat heel veel te gebeuren. Ook voor mij, er staan echt nog een paar hele gave bestellingen klaar. Ik heb namelijk met de kerst, heb ik onder de kerstboom echt een hele gave cadeaus gehad. Dus daar, deze week, de volgende video zal erover gaan. Dan kun je zien wat ik allemaal onder de kerstboom heb weggehaald. Nog een paar hele gave mystery boxes. Giveaways uiteraard. En we gaan naar een nieuwe locatie. Hoe gaaf is dat? Nou, ik zou zeggen, voorzichtig met vuurwerk. Eet niet te veel, drink niet te veel. En dan zien we jullie gauw tot de volgende video. Dankjewel, allerbeste wensen, groetjes. Hey, doei. Hoi.